als eerste hier, hè? Ja, dat klopt. Hoe heet je? Ik heet Milou. En denk je alles te verkopen? Nou, dat hoop ik wel. Ja? En wat ga je met het geld doen? Sparen, denk ik. Sparen. Oké. Okay. Nou, dan wens ik jou veel succes, hè? Ja, dankjewel. Heb je er een beetje zin in vandaag? Kan je naar de vrijmarkt zitten vanmiddag? Ja! Wat een opkomst, hè? Bert Faro die... Dus geef ze maar een applaus voor gemeente Marina Selman. Wat zien jullie er allemaal mooi uit? Hebben jullie er zin in? Ja! En jullie hebben allemaal een prijs gewonnen, heb ik gehoord. Terwijl jullie zijn allemaal toppers. Maar eigenlijk begint het echte feest nu pas, hè? En hebben we er zin in en dan gaan we nu het feest openen. En ik hoop dat jullie allemaal een heerlijke dag vandaag hebben. Leuke dingen doen, samen met jullie vaders en jullie moeders. Nu met de Crazy Disco Show.
Goedemorgen. We hebben het nu gezien met carnaval, weet je wel. En je hebt al een beetje ervaring met Dongen. Hoe vind je het tot nu toe, Dongen? Dongen bruist. Het is hier één groot feest. En het is heerlijk om hier burgemeester van te mogen zijn. Er zullen ook heel veel serieuze momenten zijn er. Maar dit soort momenten, dat is wat ik al noem. Dit zijn de kersen op de slagroomtaart. Want dit is het allerleukste wat er is. Carnaval. Koningsdag, Oranjepark Festival. Ik ben net naar de Obade in Schavemoer geweest. Prachtig en met veel plezier. En dit is geweldig. Ben je al een beetje gewend? Ja, helemaal. Ik zei het gisteren al, ik voel me bijna, want dat is het thema, 100% Dongen. En heb je al een huis gevonden? Nee. Nee, dat niet? Nee. Nou, oproep dan voor huis. Nou, ik wens je nog heel lang in Dongen. Hartelijk dank, en jullie ook. Ik verkoop zelfgemaakte sieraden. Heb je allemaal zelf gemaakt? Allemaal zelf gemaakt. En je hebt iets verkocht aan deze dame? Ja, ik heb paars. Nou, even vragen of ze tevreden mee is, hè? Oh, ja. Ja, ik ben het tevreden. En ben jij tevreden met? Ja, het is. Het ziet er misschien zo uit, maar het is echt heel mooi en licht. Dus... En waar heb je voor betaald? Ik heb er €1,75 voor betaald. Vind je dat duur? Nou, het zijn voor de winkel, ja, misschien wel een beetje, maar. Ze zijn wel heel erg mooi en ze zijn zelf gemaakt en dus okay. Ja. Nou, het is voor het goede doel, hè? Ja, het is ook voor het goede doel. Oké, okay. Ja. Nou, veel plezier erbij, hè? Ja, dankjewel. Lekker ijsje. Koop nieuwe spullen en alles is 1 plus 1 gratis, behalve de grabbelmand. Een heerlijke rugmassage, ja? Voor maar 50 cent. En geef jij die rugmassage? Nee, Loek. Wie? Nee, dat? Loek. Loek is even deze kant. Waar geef jij dan? Rugmassage. En vind je dat lekker? Ja hoor. Ja? Heerlijke ontspannende massage? Ja. Ja, hè? Dan ben je helemaal op je knap zeker, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Oké. Okay. Fantastisch. Dat is knap, hoor. En ben je nou uitgerust? Ja. Ja, voel jij je nou fitter? Ja. Nou, de zonnebloem die is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Die dus zelf niet in staat zijn om deel te nemen aan allerlei activiteiten. En wij hebben zo'n 100 vrijwilligers in Dongen. En die helpen de mensen. En wij organiseren dus iedere maand een activiteit. En ja, de mensen worden dan geholpen om op die manier toch daar naartoe te kunnen. We'll be right back.
Thank you.